We beginnen met onze koninklijke familie, want sinds dit weekend circuleert er een foto van een feestende prinses Alexia die online massaal wordt gedeeld en ook door een entertainment site is gepubliceerd. De mediacode is daarmee overtreden. Maar de vraag is hoe houdbaar die eigenlijk nog is. De mediacode is iets wat het Koningshuis samen met de Rijksvoorlichtingsdienst heeft ontwikkeld om alle pottenkijkers, nieuwsgierige pottenkijkers, op afstand te houden. En dan met name de media natuurlijk. Zij willen de privacy en voornamelijk ook voor hun kinderen. Nou, dat is logisch, zeker voor hun kinderen. Zolang ze ook nog geen 18 zijn, dan wil je ze ook gewoon een beschermde jeugd geven. De vraag is natuurlijk wel in hoeverre dat mogelijk is in deze tijd met alle social media. Er zijn meerdere foto's die omgaan op social media. Ditjes en datjes heeft er ook een geplaatst. En ja, je ziet daar Alexia, terwijl ze zich voorbereidt op een feestje met een nieuwe groep vriendinnen. En ook terwijl ze volgens mij al aan het feesten zijn. In dit geval dus een foto die door een showrubriek van een supermarktketen van social media is geplukt. Van een van Alexia's vriendinnen. Ik denk dat elke foto op zichzelf staat en dat in principe het niet snel nieuwswaardig genoeg is om toch die foto te publiceren en er een hoop gedoe mee te krijgen. Maar ja, het kan ook zo zijn dat het wel nieuwswaardig is en dat je denkt, nou, stel Amalia is 25, ze wordt ergens gespot al zoenende, die foto doet de ronde. Nou kan je natuurlijk denken, nou, dat is misschien wel de toekomstige koning of koningin. En dan heeft het nog wel eens zin om het te publiceren. Maar dat hangt ook van de goede smaak af van het medium. Nou, de grote vraag is natuurlijk, is het überhaupt nog wel van deze tijd met al die social media? En houden jullie er ook aan bijvoorbeeld? Is het ooit van deze tijd geweest, vroeg ik me 15 jaar geleden al af. Toen was het er sowieso al niet meer eens. Toen onding ons werd opgelegd. En, nee, ik ben het er nooit mee eens geweest. Alleen ja, dan kom je weer in de rechtszaal. En op een gegeven moment waren de dwangsommen opgelopen tot 5 miljoen. Dan hou je er vanzelf wel mee op met het plaatsen van vakantiefoto's. Maar het blijft raar dat je van elke koninklijke familie in Europa in de zomer vakantiefoto's ziet. Behalve van de onze, want dan staat ze op het gazon van Huis ten Bosch en dat is het dan. Maar goed, die strijd die hebben we verloren en dat is jammer. Maar daar komt nu iets heel anders bij, die social media. En dan krijg je een heel scheve verhouding. Want ja, wat wij niet mogen, dat mag ieder ander wel. En dat zijn sites die dat doen. Het zijn nu dan ditjes en datjes. Het is van de Dirk. Nou, de Jumbo is net koninklijk geworden. Als Dirk dat ook ooit wil, dan kunnen ze die foto maar beter eraf halen, denk ik. Maar je ziet het ook weer op heel brutale sites die het gewoon plaatsen. En die worden dan niet aangepakt. Ja, ze plaatsen het gewoon, maar mag het? Nou ja, in principe niet. Als jij het doet, dan schijnt het te mogen. Maar als professionele media het doen, niet. Maar wanneer is zo'n site nou professioneel of niet? Nee, je mag foto's die überhaupt... Dit was een foto die op een privé-account stond. Mag jij als mens ook niet zomaar delen? Dat is privé-persoon. Auteursrecht op, even los van de mediacode. Maar überhaupt... Moet je het wel willen dat je die foto's tuurlijk, van hartstikke Alexia... Leuk. Ja, anders moet ik anders werk gaan doen. Hè? Nee, maar zou jij ze als die mediacode er niet was gepubliceerd hebben? Nee, maar die vraag die wordt me al 40 jaar gesteld inmiddels. We hebben ook eens foto's van het huis in aanbouw geplaatst. Zegt die dan, ja, kan je dat wel maken? Ja, zeg ik dan. Want daarom heet het Blad Privé. Maar de Bild heeft het vorig jaar gedaan. Die hebben dan toch die vakantiefoto's... zijn zwaar op de vingers getikt. Foto's verdwenen, boete betaald. En het was wel weer een overwinning voor de Oranjes. Maar jij zei net, die strijd hebben we verloren. Maar zijn jullie met z'n allen die strijd wel eens aangegaan? Nee, niemand is hem aangegaan. Ik ben de enige. Hou ons niet meer aan die code. Niemand in Nederland heeft ooit een rechtszaak van de koninklijke familie gehad. En ik 11, geloof ik. Okay. En, dus ze kennen je bij naam. De strippenkaart. Ja, je komt die rechtszaal binnen, dan hangt al een foto. Als ze nu gaan procederen, dan kom je die rechtszaal binnen, hangt de foto van hem. Ja, nou, dan weet je wel hoe het afloopt. Vraken of niet? Maar, dat is zo'n goede reden voor wraking zijn. Ja, Bram, zou het überhaupt, wat zouden bijvoorbeeld juridische gevolgen voor deze website kunnen zijn? Ja, nou ja, dat kan in de centen lopen, dat hoor je al van Evert. Ja. Maar kijk. Alles is erg gebaseerd op die code. Ja. En die is weer gebaseerd op een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daarom moet in heel Europa geld en die regelgeving. Ja. Daar maken zij flink gebruik Jawel, van. Maar als jullie niet met die code zouden zijn ingestemd, of jullie, dan zou de positie toch anders zijn. Hè? Want ik denk ook wel dat ze in hun rechtszaak kunnen gebruiken dat er zoiets is als die code. He, want daar heb je aan verbonden, alhoewel dat formeel weinig waarde heeft. Ja, hebben jullie eraan verbonden? Nou, nee, je kreeg gewoon opgelegd. Je hoeft hem ook niet te tekenen of niet te tekenen. Het was gewoon zo. Maar het is wel zo dat als jullie naar dat fotomoment willen, dan stem je in. Ja, nou ja. Dan jaren niet meer naartoe en die vertoning. Dus dat noem ik dan maar even dat je daaraan hebt verbonden, stilzwijgend. Het is eigenlijk niet meer dan een gentleman's agreement. Er staat nergens in de wet. Maar dan staan ze toch helemaal niet sterk, zou je zeggen? De volgende stap is dus dat voor hun geldt wat voor iedereen geldt. Als je een inbreuk maakt op hun privacy en er is geen groot maatschappelijk belang
met het publiceren van die foto, om maar eens wat te noemen, dan sta je natuurlijk wel als blad met 2-0 achter. Ja, nou, dat is gebleken en daar beginnen ze ook iedere keer over. Ja. En daarover verschillen we nog steeds van mening. Ja, begrijp ik. Ja, maar dat zal ook nooit veranderen. Alexia, ik vind wel dat Alexia zich gewoon vrij en veilig moet voelen. Ja. Om lekker de studentenleven te vieren, om lekker los te gaan zonder zich zorgen te maken wat er in de media terecht komt of ja, dat lijkt me wel naïef, die foto toch? Zij weet ook wel als ze zo'n foto maakt dat uitlekt. Tuurlijk. En ook ik denk dat zij hoopte dat dat anders zou zijn. Ga je weet natuurlijk niet hoe dat is gegaan. Maar het is een nieuw verschijnsel en daar had de vorige generatie geen last van. Dus het moet zich nu uitwijzen hoe dat wil. Als steeds die foto's gaan opduiken en steeds geplaatst worden, dan weet ik zeker dat ze daar tegenop gaan treden. Ja. Juist om haar gewoon de kans te geven. Ja, ook en wat is ook dat zou ook op zichzelf terecht zijn. En ik denk ook wel dat meespeelt dat het feit dat jij zo vaak bent aangesproken, heeft te maken met dat de oplage van jouw blad is natuurlijk fenomenaal hoog. En dat van de ditjes en de datjes, als ik het goed zeg. Die ligt gratis in de winkel. Ja. Maar dan moet je wel voor naar die. Maar ik denk dat zo'n supermarkt, die zal ze misschien wel eens achter de oren krabben. Willen ze ruzie met de RVD? Ik denk het eigenlijk niet. Nee. Nou, wat is je boete die je kan krijgen? Wat is het gebleken? 1000 euro? Nee, ik geloof dat die ooit 25.000 euro was. En dat staan ze dan af aan een goed doel. Er wordt geen nieuwe speedboot van gekocht. Okay. Dus het is, goed, dat was altijd al ingecalculeerd. Ja. Maar het was leuk om het uit te vogelen. Maar ik was wel eenzaam schreeuwer in de woestijn. En dat was ik na een paar jaar ook wel zat. Ah. Ja. Je hebt het niet goed voor Alexia. Precies. Zo lekker aan het feest. Ja. Ze is heerlijk. We blijven ook even...